Ja, zoals vandaag terug in het Kuipje, met wat gevoel kom je dan naar hier? Het is net een jaar geleden, vorig jaar, 20 december, was het hier Westerlo KV Mechelen. 1-1 was die het resultaat. En na een jaar ben ik er nog eens terug. En ik hoop dat de spoken van het Kuipje me zullen genegen zijn. En dat Westerlo vandaag gaat winnen. En een eerste stap richting Rennes gaat zetten tegen Charleroi. Want die overwinning vandaag, die is wel nodig, hè? Die is helemaal nodig. Stel je voor, als ze verliezen, dan zie ik het helemaal niet meer zitten. Dan wordt de kloof misschien nog groter met Leuven. En ja, dat gaat een uppercut geven die ze niet te boven komen. Winst zou in tegendeel een boost geven. En misschien, ja, misschien met wat versterkingen bij in januari. Ja, operatie redding helemaal in elkaar steken. Hè. Had je bij aanvang wel het seizoen verwacht dat het voor Westerlo zo moeilijk ging worden? Ik had wel verwacht dat het zo moeilijk zou worden. Maar ik had dan toch gehoopt, omdat ja, jongens als de Keula naar hier kwam en zo, dat dat toch wel wat soepelder zou verlopen. Maar alles is wat tegengeslagen. Ik ga geen boek openen, maar heel wat tegenslagen. En nu denk ik dat er toch jongens, dat zijn jongens moeten gebruikt worden bij Westerlo, die normaal niet in eerste klasse thuis horen. En dat was het euvel dat er ook gekomen is. Spijtig, maar dat is nu eenmaal zo. Maar toch blijf ik hopen dat Westerlo in eerste klasse blijft. Ja Robin, eindelijk nog eens een thuisoverwinning. Ik was ook geleden van in augustus al. Hè? Ja, voor mij is het mijn eerste thuiswedstrijd. Hè. Dus, blijkbaar was het al lang geleden. Dus, maar goed, ik ben er nog maar een week, dus ik ben er met een ander gevoel ingestapt. En het doet deugd, denk ik. Hè. Dat merk ik net ook in de kleedkamer, dat is een hele ontlading. En hier kunnen we mee verder. Hè. Dus, het was een heel belangrijke match, zeker omdat we, volgende week nog naar Anderlecht moeten. Ja, dat is moeilijk om voor ons punten te pakken. Dus en dat maakte deze wedstrijd alleen maar belangrijk. C'est vrai que c'est trois points très importants. Bon, malheureusement, le concurrent direct a l'air de prendre des points, mais faut pas spécialement le regarder. Il faut continuer à se concentrer sur nous-mêmes parce qu'on a les qualités pour rester en première division. Il faut continuer à travailler collectivement. Je pense que le plus important pour une équipe comme nous, c'est de garder un bloc compact, de ne pas encaisser. Et ensuite, devant, je pense qu'on a les joueurs pour marquer des buts. Donc, il faut surtout reprendre la confiance. Ik denk, eerste kwartier, 20 minuten waren we nergens. Heb ik ook onder de rust in mijn groep gezegd. Ik snap niet hoe je, als je op die positie staat en je hebt een thuiswedstrijd met een actie, met mensen, kinderen die achter Westerlo staan, en je start dan de eerste 15, 20 minuten zo slap, dan kan je 0-2, in het slechtste geval 0-3 achterstaan. Maar 0-2 had zeker niet onverdiend geweest. Ja, we begonnen ook heel zwak. Hè. We hebben de eerste 20 minuten vond ik ons niet goed. Dan stonden we ook terecht te pakken staan. Maar dan hebben we ons herpakt zonder goed voetbal te spelen. Maar wel op powerplay en op karakter. Maar goed, dan moet je ook een beetje geluk hebben met met dat ze stilstaande fases worden dan belangrijk. En daar hebben we het vandaag het verschil op kunnen maken. Ik denk vanaf minuut 20 dat wij de betere ploeg waren, zonder inderdaad superveel balbezit te hebben, maar wel met druk vooruit en toch wel met een aantal goede acties. Oké, gelukkig maak je dan net voor de rust de 1-1 en dat geeft de burger moed. Heb ik onder de rust ook gezegd tegen de jongens van oké, wat we de eerste kwartier hebben gedaan, dat is onbegrijpelijk. Dus we gaan de tweede helft vanuit dat blok druk vooruit zetten, mouwen opstropen en proberen die wedstrijd te winnen. En ik denk dat we dat gedaan hebben. Om hier terug te winnen voor eigen publiek, dat is ja, voor onszelf, maar ook voor het publiek. We voelen wel zeker zo naar het einde toe dat ze terug achter ons stonden. Goed, dat moet ons moed geven. En ik zeg, we kunnen nu met die wedstrijd tegen Anderlecht moeten nog komen. Hopelijk kunnen we daar een goed resultaat pakken. Maar we kunnen met een vrij goed gevoel de winterstop in. En dan na de winterstop moet het maar gaan gebeuren.